Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag donderdag 21 maart 2024. Vanmiddag om 4 uur ga ik weer live, een spirituele live. Ik zal de link plaatsen op mijn Telegram kanaal, op mijn Facebook pagina. En je kunt natuurlijk om die tijd ook naar YouTube gaan. Klik dan onder het kopje live en dan vind je de link naar de live toe. Dus ik hoop jullie dan te zien. Jullie kunnen hem natuurlijk altijd nog terugkijken als dat beter uitkomt. En dat was de huishoudelijke mededeling. Ik heb dinsdagavond gekeken naar het afgezegde staatsbezoek aan Vietnam van Wim en Max. En wat kreeg ik eruit? Dat het afgeketst was van hogerhand. Ze mochten er dus niet heen. Nu kwam ik het artikel gisteren tegen. Dat was heel interessant. Dat de president Vietnam treedt af. Mogelijke reden afblazen. Staatsbezoek koningspaar. De Vietnamese president Vo Van Chuang mag aftreden, heeft de communistische partij CPV besloten. Daarmee lijkt duidelijk waarom het land het deze week geplande staatsbezoek van Wim en Max heeft afgezegd. Het Vietnamese parlement moet donderdag nog officieel instemmen met het vertrek van de president. Daarna is het helemaal rond. Heel interessant. In Ierland is er ook iets heel interessants aan de hand. Er is natuurlijk een referendum gehouden waarin ze in de grondwet dingen wilden bijstellen. Dus dat de taal veranderd werd. Natuurlijk, hè, met aan de agenda moest het aangepast worden. En de Ieren hadden zoiets van, nee, gaan we niet doen. Nou, in ieder geval heeft de Ierse premier Varadkar daarin, hoe noem je dat, consequenties uitgetrokken. En die kondigt aftreden aan en stopt ook als partijleider. Dus deze premier Varadkar stopt ermee en legt dus nog voor het stemmen in maart 2025 zijn taken neer. Heel interessant. Daarnaast is er ook nog een documentaire, dat heet Climate the Movie. Ik had een link gedeeld voor Ongehoord Nederland, waarin ook Nederlandse ondertiteling is. Dus daar kun je hem bekijken. En ik heb hem vanochtend nog op Telegram geplaatst. Dat is wel de Engelstalige versie, dan kan je hem daar ook kijken. Dus interessant, het gaat er dus eigenlijk over dat er een heleboel wat naar buiten wordt gebracht helemaal niet zo is over het klimaat. Dat is een andere kijk en ik denk dat dat ook belangrijk is dat dat naar buiten wordt gebracht. Ik heb vanochtend ook nog op mijn Telegram laten zien van mensen die dus de strepen in de lucht laten zien. Dat is ook belangrijk, want mensen moeten natuurlijk ook gaan realiseren op wat voor niveaus wij eigenlijk allemaal bedonderd zijn. En hoe ze ons hebben gemanipuleerd. Dus heel belangrijk dat mensen dat laten zien. Daarom heb ik ook echt het gevoel dat het zo, ja, hoe noem je dat, overdreven nu wordt gedaan met die boter, kaas en eieren. Mensen zien het nu ook. En dat was een clip, was heel interessant van mensen die dus, nou ja, die strepen laten zien van hé, wat is hier aan de hand? En ik denk dat dat alleen maar meer bewustzijn creëert. Dus vandaar dat ik het als juist heel goed nieuws zie dat mensen daarmee bezig zijn. Dat wilde ik ook nog meegeven. En daarnaast als laatste heftige onthullingen in Nickelodeon documentaire. En dat gaat over natuurlijk kinderen en hoe ze behandeld zijn in Hollywood. En nou ja, goed, in heel die showbiz. Wat een leuke, grappige tijd leek voor de kindacteurs bij Nickelodeon, blijkt nu meer op een horrorverhaal te lijken. Een vierdelige documentaire serie uit de VS, Quiet on Set, dus stilte op de set, The Dark Side of Kids TV, dus de donkere kant van kindertv, onthulde eerder deze week de verschrikkelijke verhalen die zich achter de schermen van de kinderzender afspeelden. Heel heftig. En als ik goed begrepen heb uit het artikel, wordt het ook in Nederland uitgezonden. Bij ID en op Discovery. Dus het is wel interessant om daarna te kijken. Het van zondag 7 april en 14 april. Dit soort dingen gaan we meer en meer zien. En dat is nodig. Want dat zijn allemaal stappen die gezet moeten worden naar wat er natuurlijk in de tunnels en zo gebeurt of is gebeurd. Dat soort dingen moeten ook naar buiten komen. En daarvoor zijn dit soort stappen ook nodig. En hoe diep dit gaat en op wat voor niveau dit allemaal plaatsvindt. Oké, dat was wat ik gewoon als artikelen even wilde kijken.
eerste onderwerp waar ik naartoe wil gaat over Afrika, waar ze nogal wat blackouts hebben gehad. En er zijn nog steeds een aantal landen die er last van hebben, want blijkbaar heeft een onderzeeër wat kabels vernield. En het gaat eigenlijk, eerst waren er 13 landen die daardoor last hadden van allerlei uitvallen. Nu zijn er nog steeds 6 landen die daar last van hebben. In ieder geval waren Ghana en Nigeria hadden last van Zuid-Afrika. Dus er zijn elke keer, noem je dat, uitvallen van telefoon, van internet. Dus ik wilde gewoon even gaan kijken wat is daar gaande. Voor mijn gevoel heeft het met opruimen en opschonen te maken. Maar ik ga gewoon even kijken wat de kaarten daarover zeggen. Oh, kijk eens even. Valt er eentje uit. Aas van staven. Dat is dus een ja. Dit heeft met opruimen, opschonen te maken. Reinigen van bepaalde invloeden. Even kijken. Koning van bekers. Ja, machteloosheid. Zwaarde achter de centrale kaart. Koning van pentakels in het verleden. We hebben zwaarde 7 onder zwaarde 8. We hebben de keizer in de toekomst. En de hoge priesteres. Dus dit is echt om al die oude invloeden die er nog zijn, die duistere invloeden, die zijn ze nu aan het opruimen, zodat er ook uiteindelijk meer verbinding kan ontstaan. Dus vandaar dat er echt gevoel van machteloosheid, want ja, mensen die hebben dan geen internet, er kan niet gebeld worden, contact is gewoon heel moeilijk. Maar dat is echt om al die duistere invloeden op te ruimen. Dat is ook echt mijn gevoel. Het is nodig om op te schonen. Dus ze komen met een soort excuus dat dit dan door een onderzeeër is gedaan. Maar we zien ook leger, witte hoeden en de hoge priesteres. Dus in de toekomst gaan er nog, ik denk dat het leger daar steeds meer invloed gaat uitoefenen. In verschillende landen. Het zal misschien, in sommige landen zijn er natuurlijk al dingen plaatsgevonden. Er is natuurlijk al een hele verandering gaande in Afrika. Ze schoppen al die Frankrijk en zo allemaal eruit. Ze hebben er geen zin meer in. Dus daar zijn hele grote veranderingen. Ze hebben natuurlijk ook Rusland gevraagd om op bepaalde landen. Dus daar is een heleboel aan de gang. Maar we zien gewoon witte hoeden, militaire invloeden die bezig zijn om dingen op te ruimen, op te schonen. Hoge priesteres heeft met, dat het nog niet zichtbaar is, dat het allemaal op de achtergrond gebeurt. Hè? Dat de achteren, noemen ze dat sluiers, want ja, daar is de hoge priesteres heel goed in het allemaal afschermen. Maar dat zal uiteindelijk nog wel naar buiten komen, dat is tenminste mijn gevoel. Maar ze zijn daarmee bezig op te ruimen, al die invloeden weg te halen. En ja, dat, helaas op dit moment hebben mensen daar gewoon ook heel veel last van. Ja, die kunnen dus geen contact hebben met, ook vanuit hier is het moeilijk om contact te maken met sommige mensen in bepaalde landen in Afrika. Dat hoort er, ja, het is eventjes wat het is, maar uiteindelijk zal het goed komen. Ze zijn ermee bezig op de achtergrond om dat op te ruimen, op te schonen. Al die duistere invloeden die er nog mee weg proberen te komen met allerlei dingen, die worden nu ook aangepakt. Dus ik denk dat dat eigenlijk allemaal op de achtergrond gebeurt. Er gebeurt heel, heel veel in Afrika. Heel bijzonder eigenlijk, dat is ook mijn gevoel daarbij. Heleboel dingen zijn er gaande. Dus dat is wat ik krijg uit wat daar gaande is. Dus met die kabels en het uitvallen van internet en telefonisch contact en dat soort dingen. Dan wilde ik eigenlijk gaan kijken naar 8 april. Ik zat eraan te denken, zal ik er wel naar kijken, zal ik er niet naar kijken? Want ja, er wordt natuurlijk ook weer van alles naar buiten gebracht over 8 april. 8 april is natuurlijk de zonsverduistering. En zeker in Texas en die omgeving wordt daar flink op ingesprongen. Ik kwam ook een artikel tegen dat bepaalde scholen ook dicht gaan op dat moment. Dat heeft niets mee te maken dat ze denken dat er iets gruwelijks gaat gebeuren. Maar meer dat er natuurlijk een heleboel mensen dan op de been zijn. En dat mensen gewoon vast komen te zitten in het verkeer. Ze hebben zoiets van, nou dan laten we die kinderen die dag maar even thuis. Hebben we ook minder ouders. En dat mensen niet, of kinderen ook niet vast komen te zitten in het verkeer. Dat zit er dus eigenlijk ook achter. Dus ja, het is maar net hoe je het naar buiten natuurlijk brengt. Maar ik ga gewoon eens kijken of daar nog echt hele heftige dingen gaan gebeuren. Of dat het echt energetisch gewoon een hele grote verandering is. Want de zonsverduistering heeft natuurlijk ook weer een effect. Dus ik ga gewoon even kijken wat nu die energie daar is om 8 april. En die zonsverduistering, gaan er nog hele heftige dingen gebeuren.
Is het meer energetisch? Wat natuurlijk later weer zijn effect zal hebben. Want er komt natuurlijk nu heel veel energie naar binnen. Dat is merkbaar aan alles. Gisteren trouwens was ik echt even helemaal gevloerd. Ik heb me echt even door de dag moeten duwen, bij wijze van spreken. Ik weet niet of meerdere mensen daar gisteren last van hadden. Maar het was net alsof ik volledig knock-out was. Ik heb me door de dag gesleept, zeg maar. Dus we gaan kijken nu naar 8 april. Energie van... Hoe kijk, eet. De duivel. En ik krijg ja, een aas van pentakels. Ik denk dat dit een energetische opruiming is. Oh, ik krijg weer een ja. En een energetische opruiming is dit van al die duistere invloeden. We hebben de koningin van staven in het verleden. Zwaarde 6 onder de aas van pentakels. Pentakels 3 in de toekomst. En de page van bekers. Dus voor mij voelt dit echt... Dit is een energetische opruiming van die negatieve energieën. Die zware, duistere energieën. Dit zal heel krachtig in gang gezet worden. En dat zal een effect hebben uiteindelijk in de buitenwereld. Of tenminste, weet je, het heeft een effect op ons. En daarmee gaan we het neerzetten. We gaan weg van dat oude. Dit is echt een hele krachtige opruiming van al die duistere energieën die er nog in zitten. Die misschien nog in ons zitten, in onszelf. Pijnlijke stukken die opgeruimd mogen worden. Dus ja, er zit heel veel energie omheen. Dus ik denk niet eens dat we echt allerlei rare dingen in de buitenwereld gelijk gaan zien. Er zal heus wel wat gebeuren, denk ik. Maar niet op de schaal waarin sommige mensen het naar buiten brengen. Maar dit is voornamelijk energetisch. Daar zal de grootste verandering plaatsvinden. En dat gaan we natuurlijk in de buitenwereld zien. We hebben hier pentakels 3, samenwerken. Dit zal tot meer verbinding leiden. Dit zal meer tot samenwerking in de mensheid leiden. Ik denk dat we veel dichter bij elkaar gaan komen. Juist ook omdat we meer contact met onszelf gaan maken daardoor. Kijk, die krachtige energieën zorgen ervoor dat we geraakt worden. Het grote ontwaken. Dat we contact maken met onze ziel, met God, met onze intuïtie. En daardoor maken we ook weer meer contact met elkaar. Hoe meer we verbonden zijn met onszelf, hoe meer we verbonden zijn met elkaar, met de mensheid. We zijn natuurlijk allemaal verbonden, maar we hebben soms nog het gevoel alsof we allemaal op eilandjes zitten. En hoe meer wij met onszelf verbinden, hoe meer we die verbinding gaan voelen met elkaar en met de mensheid. Dus ik denk dat hier een krachtige, energetische... Er komt een nieuw begin hier weer uit. En ik denk dat het ook voelbaar zou zijn. Ik denk dat ook heel veel mensen rond die tijd daar gewoon ook heel veel last van zullen hebben. Zeker als je gewoon heel gevoelig bent. Maar we gaan weg van al die oude troepen. Het is een opruiming, een opschoning. Dus ik denk dat er misschien een paar dagen daarna, of tenminste op de dag zelf, het is wel weer een 8. En soms gebeurt er wel eens wel dingen op de 8e. Dus er kunnen wel dingen in gang gezet worden. Maar uiteindelijk is het voornamelijk de grootste klapper die er gemaakt wordt, is energetisch. En dit zal alleen maar dingen weer in beweging zetten, verbondenheid creëren, een nieuw begin. Want daar staat eigenlijk de aas van pentakels ook voor. Zwaarde 6 is het achterlaten van het oude. Dus ook hierin, wij laten al die oude stukken, dat duister, dat de dingen die we nog met ons meedragen, die kunnen we dan ook gaan helen, die kunnen we ook achter ons laten. Dus als mensheid laten we dit achter ons. En ik denk dat daarin het heel krachtig zal zijn. Dus voor mijn gevoel zal 8 april voornamelijk energetisch heel pittig zijn. Kunnen natuurlijk altijd wel wat dingen gebeuren. En mensen komen ook bij elkaar. Dus wie weet probeert het duister nog wat dingen voor elkaar te krijgen. Onrust te creëren. Chaos te creëren. Maar uiteindelijk heb ik niet het gevoel dat het heel heftig op die manier zal zijn. Maar dat voornamelijk energetisch heel heftig zal zijn. Als een soort keerpunt van echt dat al dat duister, dat weg mag. Maar we vertrekken. We gaan ervan weg. Daardoor zullen we meer verbonden zijn met onszelf en daardoor meer verbinding maken met ieder om ons, met de mensheid zelf. Dat, zoals ik al aangeef, hoe meer wij verbonden zijn met onszelf, hoe meer wij de verbinding maken met anderen. Dat is daarom zo belangrijk. Dus als je je eenzaam voelt of je voelt dat een heleboel van ons voelen zich gewoon ook eenzaam, hoe we ook zijn opgevoed en de familie past er nooit in.
Heel belangrijk om dan dus contact te maken met die stukken, met die pijn. Dan heel je dat en dan zal je contact ook leggen met je ziel, met God, met je intuïtie. En dan ben je eigenlijk helemaal niet meer alleen en eenzaam. Dan ben je al één. En van daaruit kunnen we echt de verbinding maken met anderen. Heel mooi. Dus ik zie dit eigenlijk als heel, heel positief. Hier wilde ik het graag bij laten. Hopelijk tot vanmiddag om 4 uur bij de Spirituele Live. En anders tot een volgende video. Dag!